Eind 2009 is Badminton Vlaanderen gestart met het actief promoten van rolstoelbadminton. In 2010 werden 22 sportrolstoelen aangekocht en verdeeld onder de aangesloten clubs. Met als doel in elke provincie een rolstoelwerking te verwezenlijken. Spelers met een fysieke handicap worden ingedeeld in 6 klassen. Enerzijds heb je rolstoelbadminton, waar we 2 onderverdelingen hebben. WH1 en WH2, waarbij WH staat voor wheelchair. In enkelspel spelen zij op een half dubbel terrein, waarbij het deel voor de servicelijn niet meetelt. De nethoogte wordt gelijkgesteld met het valide badminton en bedraagt 1,55 meter. Voordien was dit 1,40 meter. Voor de spelers met een handicap aan de onderste ledematen, maar die wel staande spelen, is er de onderverdeling SL3 en SL4, waar SL3 speelt op een half dubbel terrein. SL staat voor Standing Lower. Spelers met een handicap aan de bovenste ledematen vallen onder SU5. SU staat voor Standing Upper. De klasse dwerggroei wordt nu omgevormd naar SS6, waarbij SS staat voor Short Stature. Doel van deze klassificatie is te komen tot een eerlijke competitie en wedstrijdverloop op toernooien. Een internationale klassificatie kan en mag enkel gebeuren door een erkende classifier, aangesteld door de Badminton World Federation. België beschikt momenteel nog niet over dergelijke classifier en kan voor de nationale klassificatie van spelers met een fysieke handicap beroep doen op ParanTVZ2 en Gehandicapte Sport Nederland. Ondertussen was er ook een eerste Belgische speler afgevaardigd op het Europees kampioenschap Parabadminton 2012 in Dortmund, waar hij zelfs tot de kwartfinales kon doorstoten. Samen met alle andere aangesloten landen bij de Badminton World Federation ijveren we ook hard voor de erkenning van badminton als Paralympische sport in 2020. We hebben er alle vertrouwen in daarin ook te zullen slagen.